Op de ochtend van vrijdag 11 augustus 2023 startte de 35-jarige bodybuilder en fitnessinstructeur Nermin Soleimanovic een livestream op Instagram. Hierin kondigde hij aan dat zijn volgers getuigen zouden zijn van een moord op zijn ex-vrouw, de 38-jarige Nizama Hesimovic. Nermin uitte zijn frustratie over het feit dat zijn ex-vrouw hun jonge dochter al ruim een week bij hem weghield. Daarnaast had zij aangifte gedaan vanwege geweld en intimidatie. Tijdens de livestream keken duizenden mensen toe hoe Nermin een pistool pakte en een kogel door het hoofd van zijn ex-vrouw schoot. Er zijn zelfs berichten dat sommige kijkers zijn actie hebben aangemoedigd. Na de brutale moord nam Nermin het leven van twee mannen en verwondde hij drie anderen, waaronder een politieagent. Uiteindelijk maakte hij een einde aan zijn eigen leven. Op maandag gingen duizenden mensen in verschillende steden in Bosnië en Herzegovina de straat op om te protesteren tegen het fenomeen femicide. De schutter had al een strafblad, en de demonstranten zijn van mening dat de autoriteiten meer hadden moeten doen om Nisama te beschermen tegen haar gewelddadige ex-man. In de afgelopen twee jaar zijn in Bosnië twintig vrouwen vermoord door hun echtgenoten. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervaak. Abonneer je op ons kanaalonderzoek eervaak.